Dat is mooi. Zonnetje erbij. Zonnetje erbij. Goedemiddag allemaal. Ach, een roodborstje op het brood. Ja, weg. Sorry. Ja, daaronder zit hij. Misschien kun je hem nog net pakken. Ach, zo leuk die vocht. Nou, weegt hij alweer. Wat gaan we eten vandaag? Leuk dat je kijkt. Ik ga sherrykip maken. Sherrykip? Sherrykip. Ik. Je wordt er niet dronken. En ik drink zelf een beetje, zeg maar. Maar het is algemeen bekend dat alcohol het vlees heel mals maakt. Ja, hè? Dat doen ze met die koeien ook. Die Wagyu-Yang koeien. En die masseren ze. Die masseren ze met bier of zo. Oh ja? Ja, ga. Kijk, daar is die. Zonde van, ja, je kent maar wat. Gaat hij weg, dan vindt hij eng als hij komt. Waar is die? Kijk, kijk, kijk. Oeh, spannend. Dan zit hij op de stoel. Ja, ik zie hem. Nu zit hij onder de tafel. Hij denkt, ze zien me niet. En dan in een onbewaakt ogenblik. Ze zien me niet. Dan kom ik weer. Er ligt een oud broodje. Het ligt eigenlijk een beetje te dicht bij het huis. Dat vinden ze een beetje eng. Nee. Nou, de sherrykip dus. De sherrykip. Kippendijen snij ik in kleine stukjes. Ik hou niet van die hele grote lappen. En dan ga ik de marinade maken. Dat is niet ingewikkeld. Deze maken wij zomers ook altijd. Dan gooien we hem op de barbecue. Ja, is dat die? Maar nu gooi ik hem in de grillpan. Die is heel lekker. Ik heb niet zo heel veel kippendijen, want we zijn natuurlijk maar met z'n tweeën. En ik heb geen zin om... Ja, best een goede dij hoor. Over te houden. Goeie idee, hè? Ja. Dank u. Helemaal geen kipfilet, kipje helemaal niet, hoor. Wat gaat erin? Ja, wat doe je erin? Chinees 5 kruidenpoeder. Chinees 5 kruidenpoeder? Ja, als je dat niet hebt, dan doe je iets waar in ieder geval sterrenijs in zit. Dat is erg belangrijk. En, nou ja, met je... Dat is 5 kruidenpoeder? Ja, komijn, ongeveer een koffielepeltje. Ketchup, ongeveer een eetlepel. Op deze hoeveelheid, hè? Dit is ongeveer een pond. Je kan ook een kilo nemen als je met meer bent. Dan doe je dit gewoon maal 2. Niet zo moeilijk. Even de handen wassen. Deze marinade kun je het beste een nacht open laten staan. Maar minimaal een uur. Oh, dus dat duurt nog wel eventjes. Anders heeft het geen zin. Knoflook en gember. Die raspen we even. Knoflook raspen. Wat zeg je? Oh, dus ik vind het altijd zo eng voor je vingers. Ja, als je maar goed vasthoudt. Kijk, oeh. Ja. Zie je wel? Als je maar goed vasthoudt. Ja, dat is het dus. Dat moet je wel doen. Zijn loeischerp. Super ding. Als je een keer wat geld over doet. Nou joh. Vogels schrikt ervan dan. Zou ik hem je aanraden. Ja. Hoe heet zo'n ding? Microplane. Microplane. The best there is. Klinkt als een klein vliegtuigje. Nou, daar heeft het dan weer niks mee te maken. Je hebt ze in verschillende groottes. En ik heb de fout gemaakt dat ik in eerste instantie... De kleinste heb genomen. De kleinste gaatjes bedoel je? Ja, en er komt gewoon poeder af. Dat is echt, ik gebruik deze veel vaker. Die is iets grover. Nou, en de gember. Gewoon een lekker stukje. Lekker, Telly. Nee, nu zie je. Oh jee. Nee. Je drinkt te weinig, die flesje niet meer open te krijgen. Oh. Dat is echt wel de case. Het is dus niet man met maar die zo'n herrie zit niet meer aan de sherry. Want ja, lapje van Tupperware jongens, ze werkt altijd. Een slokje sherry. Een slokje sherry. En honing. De ketchup is al zout. Maar ik doe wel een beetje peper. Ja, rotmolen. Sorry hoor, Lidl, maar dat is een knakerding. Ja, ik vind deze wel fijn. Er komt veel meer uit van tevoren. Dat wel. Ik heb 2 spiezen klaar liggen.
Maar eerst gaan ze er een uurtje lekker in een badje. Plons. Ja. Oh, ze moeten eerst weken. Lekker badderen. Goed om elkaar. Lekker. Wat ruikt dit nou? Dat is de sherry. Ja, dat is de sherry. Oh man, ik sta hier compleet op mijn benen te tollen, zeg maar. Nou. Ik ben het niet gewend, hè. Zet maar rustig even in de koeling. Het ruikt ook naar anijs, nee? Ja, zit anijs. In de sterrenanijs zit in de vijf kruiden. Net als in de blokjes van vroeger. Lekker! Ja, lekker. Ik hou ook al van. Oké, in de koeling. En dan over een uurtje kunnen we ze rijgen. Is het klaar? De sherrykit, ik heb besloten om het niet aan de spies te rijgen. Oh, niet? Want, kijk, zomers is dat natuurlijk wat anders, want op de barbecue moet dat wel. Maar in de pan hoeft dat niet en dan kan ik de marinade inkoken. Dus eigenlijk zonder weg te gooien. Ik heb namelijk glasnoedels onder water staan, zie? Ja. Dus dat kan wel lekker dan daarbij, met een sausje. Glasnoedels? Ja, hele dunne, doorzichtige noedeltjes. Rare naam. Noem je dat. Dus, hij gaat er gewoon in en we bakken hem in de pan. En wat eten wij daarbij? Ja, glasnoedels, denk ik. Glasnoedels. En... Oeh, lekker! Ja, spruitjes. Maar voor Martien? Nou, ik lust wel spruitjes hoor. Boontjes. Ik heb ze leren eten, moet ik zeggen. Ja. Nou, dit moet je even op hoog vuur even goed verteren laten gaan. Dan gaat die honing ook een beetje karamelliseren. Och jongens, dat is zo lekker. Krijg je zo'n mals kippetje van. Ruikt ie? Nou, ik weet nog dat is van olie, nee, wat is dat? Olie, voor mij nou. Het rook zo naar, wat was dat net ook alweer wat ik zei? Anijs. Anijs, ja precies. Ik ben hier zo gek op als je voelt. Ja, maar dat ruik ik niet meer. Zijn wel allemaal familie geworden. Familie geworden? Die smaken. Passen goed bij elkaar. Oh. En dat is het leuke. Laat hem maar lekker even pruttelen. Nou, daar is die dan hoor. De kippenurserie. Ja, kwartiertje, stief kwartiertje, is de marinade helemaal ingekookt. En heb je van die goudbruine kippetjes. Met allemaal van die lekkere saus omheen zit. Zie je dat? Ik ruik het. Uf, ik krijg daar de kriebels van. Maar... Goeie kriebels, hè? Goeie kriebels. Okay. Goed dan. En hier, dit mag je gewoon... Je mag gewoon nog wel rijden als je je kip op hebt. En je weet, als je alcohol gaat koken... Dan blijft er niks van over. Nee. Alleen de smaak. Wel jammer eigenlijk. Eigenlijk wil ik dit ook nog allemaal eruit. Sorry hoor, maar... Dan wil ik nog even ontbotsen. Ja? De sappen. Ja? De sapjes zijn vaak het lekkerste die erbij horen. Wat zeg je? De sapjes die erbij horen, dat zijn vaak hele... Ja, daarom. Daarom heb ik het juist zo gedaan. Want op de barbecue is dat dan altijd een beetje lastig, want dan zit dus... Het lijkt wel ijs. Ja, glas. Ja. Dan zit dus... Gimme ijs, Joanna. Kijk, een beetje zo. Die saus. Lekker, lekker, lekker. De barbecue zit dus de marinade nog in de schaal. En dat vind ik dan altijd zo jammer. Maar dat heb ik nu opgelost. Kun je dat niet gewoon afgieten? Ja, dat kan wel. Maar ik had het zo gedaan, omdat het dan warm blijft. Snap je? Denk ik. Een hoop papier. En wil jij ook... Ja, ik wil ook wel wat spruitjes. Spruitjes, dat wou ik zeggen. Oh. Maar meer bomen. Ja. Oké, jongens, ik wil jullie nog even vertellen dat ik morgen iets heel spannends ga doen. En weet je wat we ook nog even zouden zeggen? Ja. Sorry dat ik inbreek. Ja, je breekt nogal in, ja. Ja. Wij zouden eigenlijk vandaag Ruben hier hebben.
Ach ja, jongens. Te eten. Ik weet niet of je kijkt, Ruupje. Hij heeft al corona gehad, nota bene. En nu is er een ander in het huis die corona heeft. En nou mag hij niet bij ons komen. Ja, dat is natuurlijk super sneu. En wij zouden samen deze kip maken. Nou, dan zouden we Barbie ketchup gemaakt hebben, want daar is hij zo gek op. Met mihoen, daar had hij wel op naar gevraagd. Ach, Ruupje, als je kijkt. Ja, en ik had me al een beetje verheugd op een potje darten in de sneeuw, maar ja. Niet dus. Nee. Nou, we missen je niet in ieder geval. Jawel, we missen je heel erg. Oh. En tot de volgende keer hoor. Heel gauw gaan we het inhalen. Echt waar, Jochie. Maar, voor nu. Morgen ga ik dus iets heel spannends doen. O jee. Wat trek je aan? Ik ga het niet verklappen wat. Maar het heeft met Too Good To Go te maken. Oh, dus, ja. Volgende keer ga je het zien. Okay. Voor nu een heel prettig weekend. Doeg! Doeg!